Okidoki, Daily Challenge nummer 289. Ik heb geen idee meer, eerlijk gezegd. Waarschijnlijk zeg ik nou het verkeerde nummer. Ik had het de vorige keer had ik het nog opgezocht, maar. Dat is voor nu is dat ook een illusie. Voorlopig wil ik zeggen Schotland of Ierland. Maar dit zou eventueel. Nou, dan bevestig ik in ieder geval dat ze aan de linkerkant van de weg rijden. Dus dat is al een mooi pluspunt om in ieder geval. Ik dacht heel eventueel dat het ook nog wel. We hebben dat ooit zo een keer gehad in Amerika, zo'n puur alleen grasvlakte, zeg maar. Ik denk dat dat was in Colorado, of nee, Utah volgens mij was dat. Dat was echt compleet afgelegen ergens. En dat was dan, hoe heet het? Gewoon echt een grasvlakte. Ik zet hem voorlopig eventjes in Ierland. Tenzij daar andere omstandigheden zometeen op wijzen dat het niet Ierland is. Ik bedenk me net iets. Dat is een hele interessante. Ah. Blinde vlek, dammit. Ik denk. Nou, maak dat de Engelse. Justum. De Engelsen doen niet mee met die nummerwoorden. Dus, maar dan is natuurlijk alsnog de kans dat dit alsnog Ierland is, maar dat ik dan net toevallig die ene Engelse auto tegenkom. Wit-geel nummerbord trouwens ook, daar had ik ook naar kunnen kijken. Ik weet niet of het eigenlijk wat in Engeland, in Ierland is. Ik denk dat dat wit is. Dat is alweer te ver weg. Jezus. Dit is echt gewoon verlaten. Oh. Ah, het was weer op die eilanden. Yeah. Jezus, die zien er echt verlaten uit. Ik heb overigens totaal ook geen enkele aanwijzing voor gevonden dat het inderdaad. Oké. Ik heb geen idee wat dat betekent. Dat het inderdaad dat eiland was. Ik bedoel, ik heb niet eens de zee gezien. Moet je nagaan. Als ik dat nou nog gezien had, had ik nog iets kunnen. Misschien is het wel een eiland. Ik heb volgens mij een plasje met water ergens langs de zijkant gezien waar de schaapjes die erop staan. Wat uit kunnen drinken, maar dat was het dan ook. Ik hoopte eigenlijk dat dit naar de hoofdweg zou voeren, maar ik heb het idee dat dit me alleen maar verder in het bos voert. Een soort van horrorbos dan. Wacht. Dit zou. Ik zit een beetje in dubio. Ik zal sowieso even inscrollen waar ik denk dat het is. Ik denk dat het
Finland is. Maar de namen. Er staat niet eens namen op. De namen komen me voorlopig nog niet echt extreem Fins over, om het zo maar te zeggen. Nee, ik heb meer een gevoel van. Hoe heet het? Dat het misschien wel eens iets van Estland of Letland kan zijn. Maar. Wil ik die gok nemen? Dat het. Ik bedoel, wat ik zeg, de namen plus, ik heb ook geen, bij die zijweggetjes geen bordjes gezien van. Heb ik gewoon een rondje gereden, dat zou het zijn. Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen dan? Nogmaals, Eramaat, dat klinkt ook niet eens Fins, dus als ik dit zie dan. Ik denk dat het Estland of eventueel in een kleine kans dat het Letland is. Het ziet er niet uit als meer. Plus als het dan inderdaad. Ja, cool. Ik wil net zeggen, als het dan inderdaad. Dingetje is, hoe heet het? Finland, dan zit ik alsnog dichtbij. Maar Finland heeft geen zee naar het noorden. Ja. Als we toch in de buurt zijn. Dan. Jup. Oh god, ga ik nou al zitten twijfelen of dit. We gaan hem gewoon lekker in Noorwegen zetten. Oh. Nee, we gaan hem niet Noorwegen zetten. Of ben je het daar gewoon niet mee eens? Als ik dit zo zie, ik weet dat. Zeker dat Zweden. Overwegend. Ik wil dat zwak zeggen, maar waarom zou ik zwak zeggen? Overwegend plat is. Ze hebben wel wat bergen, laat me dat niet. Maar dat is toch tegen de grens met Noorwegen aan, dus. En ik denk dat dit het noorden is. Dus, sorry, maar dan ga ik toch alsnog gewoon mijn logica toepassen. En zeggen van, nou. Ik denk dat dit het noorden is, dus dat zal het waarschijnlijk in het zuiden zijn. Dat is de logica die erbij past, om het zo maar te zeggen. Dat is geen goede logica, maar. Tja. Het is een logica. En zul je zien dat dit dan waarschijnlijk wel in het noorden is. Ik bedoel, ik heb. Juist de voorlaatste keer. Ik denk dat er ook nog eentje in het midden geweest is. Maar de voorlaatste keer had ik ook gewoon zoiets van, nou. Laten we vooral gewoon lekker het noorden kiezen. En toen had ik inderdaad wel gelijk, maar. Tja. We kunnen niet echt heel veel. Ik heb voorlopig ook totaal geen enkele aanwijzing gevonden waar dit überhaupt zou kunnen zijn. Ik zou ook in eerste instantie zeggen dat. Ik denk. Maar goed, denken is gevaarlijk in dit soort situaties. Dat ik denk. Oh, ik ga terug. Dat dit in het zuiden is omdat de bergen, als ik ze zo zie, net niet hoog genoeg zijn. Aan de andere kant, het is ontzettend geïsoleerd.
En ik ga het trouwens niet op wijs hoor, dus we zullen zien of ik het ontzettend mis heb. 6,4 kilometer. Zo, voor gewoon random ergens weg te gooien in het zuiden is dat toch echt best wel knap, moet ik zeggen. Oké. We hadden het net over Colorado. Dan weet ik niet of dit Colorado is of dat dit eventueel... Ik denk als ik dit zo zie dat dit ook wel eens Californië kan zijn. Ja, ik ben er vrij van overtuigd dat het... Californië ligt niet in Europa. Dat dit hier is. Deze strook, zeg maar. Denk ik. Nogmaals, denken is soms gevaarlijk in dit soort situaties. Want ja, daar heb je sneeuw. Absoluut. Maar je hebt er ook veel meer kans op wat. Ik weet niet eens meer wat ik wilde zeggen. Je hebt er veel meer kans op. En het ging gewoon blanco. Ik ga die andere kant op. Terug, start. Dan gaan we omhoog. Want daar leek in ieder geval wat meer bewoonde wereld te zijn dan alleen weg. En dan hoop ik dat er iemand zo dapper is geweest om... een Amerikaanse vlag of een ander ding aan te zetten. Of buiten te zetten, inclusief een... want als ik dit zie, dan ga ik toch weer even twijfelen of dit niet inderdaad Colorado is. Nee. Nee, als ik dit zie, dan ben ik er eigenlijk... Nou ben ik er... 99% van overtuigd dat dit... inderdaad... Californië is. Eventueel natuurlijk in Nevada of Arizona. Maar met name in Nevada. Maar dat het meer hier in de buurt is dan bij Colorado in de buurt. Ja, als ik dit zo zie, dan... We hoppen ook echt van de ene tijd naar de andere tijd, zeg maar. Het is echt... een soort van tijdmachine om mee reizen door... in plaats van met de Google Auto rijden met de DeLorean. Als we 88 miles per hour aanraken, dan vliegen we terug naar het vorige seizoen. We zullen zien. Had ik gelijk? Yes. Ik had gelijk. Was het ook nog net in dingen? Ja. Truckie. Misschien dat het wel ergens aangegeven stond. Want ik bedoel, Truckee is toch gewoon een vrij grote plaats. Dus ik denk dat ik het waarschijnlijk gewoon over het hoofd gezien heb. Gok ik. Jeez. Dit is... vrij depressief om zo mee te starten. Jezus. Ik wil in eerste instantie zeggen dat dit wellicht Turkije is. Maar het zou ook zomaar eens Rusland kunnen zijn. Ik kan dat niet goed genoeg zien. Als dit Rusland is, dan... denk ik dat dit tegen de grens met... het zou zelfs Argentinië kunnen zijn. Jezus, dat zou een twist zijn. Damn it. Net voorbij dat bord. Ik had gehoopt dat ik net niet voorbij dat bord zou schieten, maar goed. Ah shit, ik dacht dat het daarop zou staan. Dat valt tegen.
De. Weet je wat het ook nog zou kunnen zijn? Het is Rusland, toch? Ik herken het dan aan het pushokje. Dit zou ook nog wel eens in de buurt van hier kunnen zijn. Hallo? Oh, kom op. Rusland heeft nooit blinde vlekken en dan nou in één keer wel. Mokpa is op 1000 kilometer. En dan is nep, wat de? Nep, heb, oh, nog wat. Heb, even kijken. Je zou dan denken dat dat hier ergens ligt, denk je. Als Rus, als dingen op 1000 ligt, waar... Even kijken naar Bor. Is dit? Nee, dat is niet degene die ik aangeklikt heb. Even kijken nog. Heb. Pe. Weet ik zeker? Nee, want ik mis dat x'je, zeg maar. Heb. Heb. Is dat het? Nee. Oh, ik ben al blij dat ik... Ik dacht echt wel dat het een grote plaats zou zijn. Dat stond toch eigenlijk best wel tegen. Ik ben wel heel blij dat ik hem niet in Moskou weggezet heb. Dat moet ik wel zeggen. Was dit alweer de laatste? Dit was alweer de laatste. Eigenlijk deze met een grote misser. Ik bedoel, met een score van 22.000 kun je nou niet spreken van een... Ik ben dit trouwens gisteren vergeten, besefte ik me later. Maar goed. Voorlopig 50, dat zal echt nog wel zakken. Want ik bedoel... Ik denk dat de kans groot is dat ik bij deze gewoon de verkeerde kant op gegaan ben. En de rest is gewoon goed te vinden. Ik bedoel... ja, de rest is gewoon goed te vinden. Met de randomness dat ik mijn dingen heb weggezet en dan zo'n hoog score halen, vind ik het nog best wel goed, zeg maar. Dus ja. Maar goed. Dat was het weer voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.